Suriname gaat niet vernietigd worden. Echt niet. Woorden van apostel Irma Gimmit Woerdings van Bribi Ministries na het gesprek van de regering met de religieuze organisaties. De vertegenwoordigers zeggen vooral geluisterd te hebben naar de presentaties, waarbij zoveel mogelijk hoopvolle instructies zijn gegeven aan de religieuze organisaties, zegt Gimmit. Want ze zien ook alles wat er plaatsvindt, maken het ook mee als wij, het volk. Nou, en ik geloof gewoon dat datgene wat ze gezegd hebben, dat inderdaad met de hulp van de Allerhoogste God, want dat is onze basis, hij bij machten is te helpen. Echt wel. Suriname gaat niet vernietigd worden, echt niet. Vrees en angst wat nu heerst onder de bevolking gaat weggewerkt worden. Omdat de gelovigen, de christenen, roepen tot deze God. En hij gaat antwoorden. We wachten op het resultaat dat hier opvallen. En wat we moeten doen is onze taak om voor ze te bidden. Dat wat ze van plan zijn te doen, hun programma's die ze hebben vastgelegd, om het uit te voeren. Want er is al veel beloofd. En sommige dingen zijn helemaal niet uitgekomen. Maar wij moeten dus ervoor zorgen dat we ze die ondersteuning geven. We kunnen het niet financieel doen, maar we kunnen het wel doen door voor ze te bidden en God te vertrouwen voor ze. Prezes Hesdy Samuel van de EBGS zegt de plannen van de regering te hebben gehoord. Mocht het de regering lukken die plannen voor minstens 50% te laten slagen, dan is zij op de goede weg. Die kans moeten we ze geven, zegt de prezes. Ik denk dat we gewoon positief moeten zijn en positief moeten denken en niet meteen beginnen van ja, maar het gaat niet lukken. Ik bedoel, mijn uitgangspunt is, als ik waar dan ook aan begin, dan zeg ik van nou, ik begin eraan omdat ik denk dat het gaat lukken. Ik begin eraan, ik zet energie erin omdat ik erin geloof. Maar het moment dat je gaat afvragen van ja, maar gaat het lukken en dan heb je al verloren, dan is het al afgelopen. Dus van daaruit zeggen we van, ja, we. Dat is, laten we zeggen, als het overkomt als ondersteunen, dan is het gewoon omdat we zeggen van, hé, wanneer je iets doet, moet je helemaal volop ingaan en het beste proberen ervan te maken. Wij zijn gelovige christenen. We vergeten ook nooit dat onze Heer en Heiland controle heeft over alles en in gebed dragen wij dit land aan de Here op. Mogen God ons leiden, besluiten de vertegenwoordigers van de religieuze organisaties.